Natuur heeft tot voor kort de okapi verborgen gehouden in de oerwouden van de Congo. Nu logeert een okapi-familie in Blijdorp. Het dier lijkt veel op de giraf en men noemt hem dan ook wel woudgiraf. De strepen op de achterbenen doen sterk denken aan die van de zebra, waarvan de okapi overigens geen familie is. Het is een zeldzaamheid dat een okapi in een dierentuin geboren wordt. En Blijdorp is dan ook terecht trots op deze baby.